Het aantal coronabesmettingen in Nederland is verdubbeld. Om ernstig zieke coronapatiënten te kunnen behandelen is genoeg beademingsapparatuur nodig. De vraag ernaar is groot. 4, 5 weken geleden stuurt een van de docenten mail uit aan studenten van: wil je helpen een simpele longmachine te maken? Als iemand dat kan, dan zijn wij dat. Het verbinden van techniek en geneeskunde, dat is iets wat centraal is aan onze opleiding. Dus wij moeten dit gewoon op kunnen lossen. En toen dacht ik van, nou ja, ik weet niet wat eruit komt, maar ik ga het mezelf nooit vergeven als ik dit idee wat ik nu heb niet doorzet. Dus die avond heb ik een mail uitgestuurd naar alle studenten van, wat vind je ervan? Dus ik meteen gereageerd, ja, ik wil heel graag gaan meedoen en heel blij met mijn keuze. Ja, het is eigenlijk een soort van verplichtingsgevoel wat je hebt op het moment dat je hoort dat er iets te doen valt binnen je vakgebied waar je iets kan betekenen. En gewoon toen we hier met z'n allen kwamen en dat zoveel mensen hadden gereageerd, dat was wel heel bijzonder, vond ik zelf. En gewoon dat we binnen 2 uur dat we hier zaten en geen idee hadden, dus we al teams hadden verdeeld en iedereen al zijn eigen taak aan het doen was. En iedereen doet van alles en je bent eigenlijk overal lijntjes aan het uitgooien en af en toe werk dubbel aan het doen. Maar er gebeurt zoveel en dat is zo tof om te zien hoeveel je kan bereiken in een week. Juist omdat iedereen dus zoveel motivatie heeft en er schouders onder zet. En toen is het al heel snel naar iets heel serieus gegaan. Dat merkte je al eigenlijk al op dag 2 van, we gaan wel echt iets bereiken. En toen merkte je al meteen, oké, dit gaat echt nodig zijn en we gaan echt een verschil kunnen maken. Dus dat was wel heel gaaf al meteen. En daardoor merkte je ook dat de motivatie van iedereen echt op 100% ging. De enige druk die ik voel is op het moment dat je weer leest hoeveel intensive care patiënten er zijn opgenomen. Dat echt elke dag dat je denkt van oké, hoe lang duurt het voordat het te laat is? Nou, dat is specifiek gekeken naar wat zijn nou de eisen waaraan een beademing van een coronapatiënt moet voldoen. Dus we hebben vooral naar gekeken van dit zijn belangrijke onderdelen die wij ook gaan namaken en zorgen dat die er sowieso in zitten dat we die patiënt zo goed mogelijk kunnen beademen. Het is natuurlijk niet zo dat je precies een apparaat dat de markt dus al wil maken voor een noodapparaat. Je wil gewoon die eisen die jij hebt gesteld, daar wil je aan voldoen. Dus je probeert eigenlijk een normaal apparaat steeds kleiner te maken totdat je op een noodapparaat uitkomt. Ja, al vrij snel gaan rekenen en toen gaan testen en dan weer snel weer terug naar de tekentafel en dan weer rekenen en dan weer iets kleins bouwen en dat dan echt een ontwerpproces. Wat we gedaan hebben de afgelopen weken zijn verschillende soorten tests waarbij we eigenlijk een aantal intensivisten, intensive care artsen op bezoek kregen en die zijn gekeken hebben naar onze gebruikersinterface. Hoe kan ik het apparaat aansturen? Is dat wat ze gewend zijn of willen ze juist iets anders aan kunnen sturen? Dus je rolt dan met het apparaat het Erasmus in, je brengt hem naar een klein kamertje en je sluit hem aan en er komt een intensivist binnenwandelen die eigenlijk zonder enige voorkennis je apparaat aan moet zetten en ermee moet kunnen werken. Ja, om een medisch apparaat te maken moet je normaal gesproken een hele zware toelatingsprocedure met allerlei certificeringstesten, klinische acceptatietesten. En uiteindelijk een CE-markering. En gelukkig was ook het inzicht van de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg zodanig dat ze dachten van ja, als er niks is, dan is iets beter dan niks. Dat staat in de grote letters op het apparaat. Dit is een niet CE-gemarkeerd apparaat en dan is het alleen geschikt om gebruikt te worden in tijden van nood. En daar is het ook precies voor gemaakt om juist die nood te ledigen. Dan uiteindelijk aan de aandacht en hoe ga je dan zorgen dat mensen weten dat je bestaat. Maar uiteindelijk kwam het nu zo van heel snel gelijk naar ons toe. En daardoor moesten we heel snel ook beslissingen maken van wat zeg je wel en wat zeg je niet. En hoe komt het wel over dat wij het aan het proberen zijn, maar niet ineens al de gouden gouden in handen hebben.
In tijden van crisis zien sommigen ook kansen en mogelijkheden. Studenten van de Universiteit Delft hebben een noodbeademingsapparaat gemaakt. Het is dit weekend getest door IC-medewerkers. Minister Wiebes van Economische Zaken ging kijken of het wat wordt. Nou kijk, het is het meest risicovol om niet in beweging te komen en niks te doen. En dan is het logisch dat je met een apparaat komt dat niet meteen alle functionaliteiten heeft. Want er is nu niet behoefte aan alle functionaliteiten, er is behoefte aan snelheid. En als vaart is wat nodig is, dan moet je ook vaart maken. En dat laten we hier zien. Kijk, we weten wel dat het eigenlijk in elk bedrijf zo is, dat op het moment dat iets van ontwikkeling naar productie gaat, dan geef je als het ware je kindje uit handen. En dan komen er ineens heel andere problemen. En wat we in onze opleiding doen is dat we vaak stoppen bij als je een prototype hebt. En wat ik nu dan met heel veel hulp van ook andere opleidingen, dat we dat echt door zijn ontwikkelen. En dan merk je pas waar je allemaal tegenaan loopt. Delft is een wonder geschied. Het apparaat is af en het werkt. Toen was heel die noodzaak, die was eigenlijk verdampt. Dat is natuurlijk heel fijn, dat alle beperkende maatregelen hun gunstige effect hebben gehad. Maar het maakte eigenlijk het resultaat van het project bijna overbodig. Het was gewoon in het begin, opeens dan hoor je ook van 500 apparaten gaan we naar 80. En dan uiteindelijk hoor je, waarschijnlijk gaat het niet gebruikt worden. Ik vond het wel moeilijk om die gesprekken dan vervolgens te houden met alle leveranciers die we persoonlijk moesten bellen. Om te zeggen dat het opeens naar 80 apparaten ging. Dat was wel even een momentje inderdaad. En toen eigenlijk binnen een week hoorden we dat ze toch niet die apparaten bij ons af gingen nemen. En toen was het een beetje hetzelfde idee van ja, we hebben hier wel super hard voor gewerkt. Maar het is eigenlijk alleen maar top dat ze niet nodig zijn. Maar dat is voor jou natuurlijk een beetje een dubbel gevoel. Nou, ik denk dat we vooral heel blij moeten zijn met wat we nu hebben. Als het nodig was geweest, hadden wij een functioneel apparaat gehad dat gebruikt had kunnen worden. Er zijn natuurlijk meerdere teams wereldwijd die proberen te doen wat wij hebben gedaan. Dus wij proberen gewoon de kennis die wij hebben gekregen open source met hun te delen en hun een beetje te helpen door dat ontwerpproces, zodat we niet hun het weer opnieuw moeten laten uitvinden. Mijn grootste leerpunt. Ik vond het dus heel moeilijk in het begin om te geloven dat wij dit echt zo snel zouden kunnen doen. En nu denk ik wel, ja, dat kan gewoon. Ja. En wat ik ook wel heb gezien is als je zo van met zoveel mensen je schouders onder wil zetten en gewoon heel hard voor iets wil gaan, dat je ook veel meer kan bereiken dan dat je in eerste instantie had verwacht. En toen moest ik soort van die theorie ineens in de praktijk brengen. En dat is soort van een extra stapje dat je dan maakt, dat je niet leert aanvankelijk, dat me wel best wel geholpen heeft in het begrijpen van hoe het allemaal werkt. Ja, jongens, meiden, het was echt een geweldige ervaring. Die gaan we ons leven lang nooit meer vergeten. En ik hoop dat we hiermee definitief voor verandering hebben gezorgd. Voor het vertrouwen wat er in studenten bestaat, voor het verandering van het onderwijssysteem. En natuurlijk vooral, wat is de kracht van de klinische technoloog? We kunnen het.